Hallo allemaal, welkom weer bij de Guus Tipt. Dit is het boek De Gorilla en de Jongen, geschreven door Phil Earle. Het is een heel zielig boek eigenlijk, een verdrietig boek. En het is ook wel een boek voor als je wat meer van lezen houdt, want het is best een lastig boek om te lezen. Maar wel een hele goede aanrader. Het gaat namelijk over Jozef, die in tijden van oorlog moet vluchten naar Londen. Daar wordt hij opgevangen door mevrouw F. En mevrouw F, die bezit een dierentuin. En één dier maakt heel veel indruk op Jozef. En dat is de gorilla Adonis. En hoe verder je komt in het boek, hoe nieuwsgieriger hij wordt naar de gorilla. En hij bouwt er wel een echte band mee op. Dus ik zou zeggen, lezen.